Zat u ook in de kerk gisteren? Ja, inderdaad, niet in uh, Stapors, maar iets dichter bij huis. Ja, waar dan, als ik vragen mag? Ik woon in Benthuizen. Oké, okay. en, en was het uh, daar ook heel druk? Het was niet zo druk als in uh, Stapors, het is een veel kleinere kerk, maar er zijn natuurlijk wel op veel plekken in het land uh, ook kerkdiensten gehouden. En, um, en, en je merkt dat dat voor heel veel mensen ook ontzettend belangrijk is om uh, juist ook die plek van, van hoop en, en troost mm. en geestelijke bezinning. Uh, de, de ontmoeting met God, uh, het, het samen zijn met andere mensen, ja, dat dat gewoon juist in crisistijd als ongelooflijk belangrijk wordt ervaren. Ja, dat snap ik en dat zag je misschien ook wel, want er komen dan drie keer 600 mensen op af. Drie keer 600 mensen in een kerk die ook nog allemaal zingen. Dan ligt het wel een beetje voor de hand dat er uiteindelijk op wordt ingegrepen, of niet? Ik snap heel goed dat uh, juist als je kijkt dat er allerlei beperkingen waren in de afgelopen tijd... waar mensen tegenaan lopen als je dan in één keer die beelden ziet en je denkt van... hé, hey, hoe kan dit nu? Uh, dus dat dat de wenkbrauwen doet voor ons. Of dat mensen daar inderdaad zeggen van hé, hey, dit is toch wel... hier kan wel heel veel. Mm -hmm. Dat begrijp ik. Maar dat er, uh, dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt... Uh, laten we nog eens met kerken ook het gesprek aangaan mm -hmm. over... Hoe ga je nou aan je vrijheid die er is ook invulling geven. En wat ik merk, is dat kerken op dit moment, en ook die kerk in Staphorst. Uh, natuurlijk in de eerste plaats al een grote offer brengt. Doordat heel veel mensen heel lang niet naar een kerk kunnen. Hè? Want hmm. het zijn heel veel mensen. Maar uh, mensen zijn, denk ik, die zouden ook opkijken dat daar normaal 2300 mensen naar één kerkdienst gaan. En dat heel veel mensen uh, in, soms in een aantal weken niet naar een kerk kunnen gaan. Hè? Dus heel veel capaciteit van zo'n kerk wordt ook. Niet benut. Ja. Uh, en, uh, en als je daarbij ook in ogen neemt, dat uh, uh, als ik de staatjes van het RIVM mag geloven, is de uh, ook. Ik denk ook door de strikte naleving van maatregelen, het besmettingsrisico uh, heel laag tot nu toe. Uh, ja, ik zie 0, Stalbos, 0 Stalbos is nu wel een rood gebied, hè? Maar ik zie als het gaat om. De koppeling aan kerkdiensten of hmm. religieuze bijeenkomsten was volgens de laatste cijfers van die jaren 0,1 procent. Het is geen hmm. vergelijking met, uh, met, met thuis, op het werk, in de horeca. En ik denk ja. dat dat ook te maken heeft, dat uh, zo zie ik dat zelf ook al mee heen: dat eigenlijk de regels best. Makkelijk na te leven zijn. Je hebt niet de neiging. Omdat nee. In zo'n kerkdienst is niet een koffiemoment voor of, of achteraf. Ja. Ja, ja, een kerkdienst nee. waar mensen daar zeg maar, ja. uh, rustig via. In dit geval ook via heel veel uitgangen ja. gaan zitten. Maar wel met z'n 600 tegelijk. En er wordt ook gezongen.